Hey daar, ik ben Sam. Ik ben een lector bij digitale vormgeving en ik geef het vak Graphic Skills. En vandaag ga ik jullie leren om betere foto's, posters, tekeningen, websites en eindwerken te maken op een hele simpele manier. Maar voordat ik verklap hoe dat we dat gaan doen, wil ik jullie uitdagen om een kleine oefening te maken. Pak een blad, pak er 10. 10 witte bladeren en zoek zo'n hele grote dikke zwarte stift. En wat ik graag heb dat jullie eens doen, is teken eens 1 hele grote cirkel op dat blad, 1 middelgrote cirkel op dat blad en 1 kleine cirkel op dat blad. En ik wil dat je eens goed nadenkt over waar dat je die cirkels precies op het blad gaat zetten. En ik wil dus dat je dat 10 keer doet. Zet ook een klokje langs u, geef jezelf 2 minuten de tijd om die oefening af te werken. Goed? Pauzeer de video even, probeer dat even en dan komt mijn veel knappere collega Joffrey even uitleggen wat dat compositie nu exact is. Ik wacht wel. A few moments later. Hoi, mijn naam is Joffrey, lector digitale vormgever en ook ongelooflijk getalenteerd, net zoals mijn collega Sam. Nu, ik stel mij de vraag, wat is compositie? Compositie is de manier waarop visuele elementen binnen een bepaald beeld worden geschikt. Dat zie je bijvoorbeeld in schilderijen, in een animatie, fotografie of zelfs de vrije kunst. Hoe passen we dit principe toe? Een beeld heeft altijd een brandpunt. Een bepaald gedeelte waar het oog automatisch naartoe gaat. Hier heb je een bolletje. Nu staat hij daar. En nu staat hij boven mij. En als het goed is, gaat je oog automatisch naar dat bolletje toe. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de toeschouwer effectief naar dat brandpunt kijkt? We kunnen dat versterken door contrasten, gezichten of bepaalde richtlijnen. Hey, ik ben het weer. Waarom doen we dat nu zo, compositie? Ah wel, we willen een verhaal vertellen met ons beeld. En net zoals dat je een boek leest, waarbij de hoofdstukken door elkaar staan of de woorden helemaal door elkaar, houden we ons ook aan bepaalde regeltjes als we een beeld samenstellen. Of toch een bepaalde houvast. Wat kunnen we bijvoorbeeld gebruiken? We kunnen vorm gebruiken, kleur en waardes om te bepalen waar dat onze gebruiker naar moet kijken. Waar dat onze toeschouwer naar moet kijken in ons beeld. Het is een heel wat van die structurele regeltjes die we kunnen gebruiken om een beeld beter te maken. Maar wij hebben er wel een heel speciale voor uitgekozen vandaag. De regel van derden. Uw derde oog gaat opengaan vandaag, want die regel van derden die komt je overal tegen. Van films tot posters tot websites, de regel van derden is overal. Wauw! Wat is dat nu precies, die regel van derden? We pakken ons beeld en we delen dat op in 3. In de breedte en in de hoogte. En dan de snijlijnen die we krijgen, die creëren 4 brandpunten in ons beeld. Wat we gaan doen is het onderwerp dat we willen fotograferen of capteren op een of andere manier, gaan we niet meer in het midden van ons beeld zetten, maar gaan we wel op 1 van die brandpunten plaatsen. En door dat te doen krijgen we een beetje een dynamischer beeld. Ondanks dat ons onderwerp niet midden in ons beeld staat. Ik daag u uit om uw smartphone eens te pakken, eens naar uw camera-app te gaan. En als je daar een beetje doorzoekt, dan gaat je vinden dat er hulplijnen of rasterlijnen zijn in de instellingen van je camera-app. En dat is de regel van derden. Die gaat u helpen om uw onderwerp exact op een van die punten te zetten. Ga naar buiten, pak uw toestel, fotografeer uw meest geliefde onderwerp en zet het dus op een derde. En je gaat zien dat je meteen een meer dynamisch beeld krijgt. Ik ga het woord weer geven aan mijn collega Joff, want die gaat u een paar voorbeelden tonen, bijvoorbeeld uit film, om te bewijzen dat we niet aan zeven zijn. Die regel van derden, die is overal. Genoeg gepraat, Sam. Laten we enkele voorbeelden aanhalen. Zoals je hier ziet, het oog wordt direct getrokken naar de explosie. Een ander voorbeeld, het gewicht links en rechts is mooi verdeeld. Nog een voorbeeld, binnen de fotografie, je ziet de soldaten links staan en de huls van de kogel die staat ook weer op een derde regel. Nog een voorbeeld binnen de film. Links is de persoon heel duidelijk aanwezig en rechts is een beetje een lege ruimte die subtiel wordt opgevuld door een ander personage. Of nog een voorbeeld. Oh, nog één. Ja. Oh. Het gaat zo snel. De regel van derde komt gewoon overal terug.